Dames, heren, appels en abrikozen. We zijn er weer. Vandaag is een bijzondere dag. Ik heb niet alleen mijn achtergrond aangepast. Ik heb mijn pet niet op. Voor mensen die pas op mijn kanaal zijn geabonneerd sinds de... Weet ik veel, 100.000 abonnees of zo. Die hebben volgens mij echt nog geen één video van mij gezien zonder pet. Ik dacht, vandaag is de dag. We gaan mijn pet niet opdoen. Vind je de pet wel leuk? Heb je pech? Bij 5.000 likes, dan release ik de bakkerspet. Ik ben hem nu alleen kwijt. Ik weet niet waar mijn makkerspet is. Dan bij 5000 likes dan zet ik hem op een webshop die ik niet eens heb. Ik moet merch maken. Maar bij 5000 likes, dat ga ik toch nooit halen. Jongens, vandaag is een bijzondere dag. Niet alleen daardoor. Ik heb al eerder gezegd dat het een bijzondere dag is. Maar ik ga deze aflevering beginnen met het afmaken van deze prachtige muur. En mijn toren ook nog eens afmaken daarboven. Dat gaat een mooie toren worden. En ik wil dat niet zomaar doen. Ik wil niet zomaar simpel zeggen. Hé, jongens, ik ga de muur afmaken. En de toren, dan zie je het later wel. Nee, nee. Zoals je de muziek al hoort opkomen. Jongen, misschien moet ik iets minder in mijn microfoon gaan schreeuwen. Zoals je de muziek misschien al hoort opkomen, komt er een timelapse aan van alles dat ik nu ga doen. En dat gaat me echt heel veel werk kosten. Dus jullie zien me zo meteen waarschijnlijk wel weer met pet in een andere outfit. En misschien zelfs op een andere dag. Maar veel plezier met het kijken naar deze prachtige timelapse. Daar zijn we weer. Maar dan zijn we legit 3 dagen verder. Jongens, het was 12 april dat ik begon. En het is nu 15 april. Maar er is zoveel gedaan, jongens. De hele muur is af. Dat staat niet waar. De muur is nog niet af. Ik zei dat ik ook die wilde gaan doen. Maar dat zeg ik, het is 3 dagen later. En ik had niet de oneindige tijd om dit te blijven doen. Ik moest ook natuurlijk gewoon andere video's opnemen. En weet ik voor wat allemaal doen. Ook gewoon mijn leven leiden in plaats van alleen maar bouwen in Minecraft. Dus vandaar dat dat nog niet gedaan is. En dat de hele muur ook nog niet af is. Wel zo goed als. Vooral op het feit als je hier binnenin staat, lijkt hij wel helemaal af. Maar als je hier aan de buitenkant kijkt, jongens. Ik moet de hele buitenkant nog opvullen. Oh, wat een werk gaat dat zijn. En hierachter is ook nog niet zoveel gedaan. Hierachter is alleen de torens en het pad. Hier moet ook gewoon alles nog opgevuld worden. En dan is dat klaar. Wat een gedoe, hé, oh. Maar goed, nu ik zo bezig was, had ik zin om ook nog meer dingen te gebouwen. Ik wilde niet consistent met de muur bezig zijn. Dacht ik wil die gaan doen, maar dat wil ik ook met een mooie timelapse doen. Dus die komt toch misschien wel volgende aflevering in plaats van nu. Maar wat ik wil dan gaan doen, jongens. Ik wilde hier even een soort poort maken met hekjes en weet ik wat allemaal. En dan vanaf hier een soort pad naar mijn kasteel toe. En ik heb laatst een lifehack video gedaan met dat ik daar poortjes heb toegevoegd. En die wil ik zeg maar stiekem toch even weghalen, want ik vind hem niet zo mooi. Ik wil daar toch gewoon een normale poort van maken. Maar goed, laat ik beginnen met een pad helemaal naar mijn kasteel. En misschien dat dit dan ook de snelweg wordt als daar. De main road, het hoofdpad. Ik weet niet hoe je het best kan uitleggen, maar dit moet gewoon het hoofdpad worden. De hoofdstraat. Dus laten we die dan ook even mooi maken. Ja, en hoe gaan we dat doen? Zullen we dat linksom doen of rechtsom? Ik denk dat rechtsom misschien een beetje te straightforward is. Dan gaat hij in één rechte lijn. Als ik hem hier
heen breng. En dan zo langs die huizen, zo langs hem, die kant op. Dat gaat mooi zijn. Oh ja, en er zijn een paar dingen gebeurd, jongens. Er zijn een paar kleine dingetjes gebeurd in de 3 dagen dat ik hiermee bezig ben geweest. Nummer 1. Er staat daar een prachtige kar met allemaal dingetjes erop. Nummer 2. Zoals je ziet, is allemaal die bomen hier weg. En er vliegt er een beetje hout en weet ik wat allemaal. De bliksem is ingeslagen. En hij heeft letterlijk een gedeelte van mijn bos afgebrand. Waardoor ik genoodzaakt was om op heel veel puntjes van mijn kasteel en op een kerk hier van die koperen bliksemglijders te bouwen. Ik werd letterlijk geforceerd om dat te doen, omdat er gewoon dingen afgebrand waren. En niet alleen de bomen hier, jongens. Er is ook iets heel verdrietigs afgebrand. Floor, de prachtige kar hier. Floor had hier een leuke kar gemaakt met dingetjes erin. Die is ook gewoon afgebrand door de bliksem. Floor, we moeten hier wat aan doen. Zoals hier heb ik ook zo'n dingetje geplaatst. Ik heb op Floor haar huis daarachter. Kijk, daar heb ik er ook één geplaatst. Al die bliksemglijders, die moeten gewoon ervoor zorgen dat er geen onweer meer komt hier. Maar goed, laat ik even kijken naar dit cadeautje hier, want ik weet dat het een cadeautje is. Rini is langs geweest met goodies. Dit zie je meteen natuurlijk als je kijkt naar de kar, want ik kan niet bouwen. Geniet van je steentjes. Nou, dankjewel René. We gaan even kijken wat er allemaal in zit. Oeh, want dat is een voordeel. Ik ben letterlijk de reden waarom ik gestopt ben met bouwen, jongens. Het was niet alleen omdat de tijd, zeg maar, niet meer echt aanwezig is, want ik moet deze video uiteindelijk ook online krijgen. Het was ook gewoon wat mijn steen basically op is. Ik heb gewoon bijna geen steen meer. Dus dit is wel echt heel fijn om te hebben. Wat hebben we nog meer? Een shulkerbok. Oh, dat is echt... Oh, dat is zo fijn. Oh my days. En wat... Hier, hier zit er nog één. Wat zit hierin? Ik krijg hem niet open. Wat zit erin? Oh, cobblestone. Ja. Oh, wat ben ik hier blij mee. Wat ben ik hier zo ontzettend blij mee. Was dit het jaar, hè? Ik denk het wel. Oh, René, dankjewel. Jongens, reageer allemaal even onder de video, René. Enorme dank voor al het steen. Je bent een hele lieve jonge dame. Kom dat maar alsjeblieft. Onder deze video. En dan stop bezig met like even de video, want we gaan voor... 3000 likes, alsjeblieft. Abonneer ook gelijk even. Oh, maar wat een heerlijk aantal dit, jongens. Wat ben ik hier blij mee. Wat ben ik hier zo ontzettend blij mee. Ja, mijn steen was legit gewoon op. Dus als ik dit nou gewoon eventjes hier en hier toevoeg. Dit was een beetje al het steen dat ik nog had. Dit. Dat zijn allemaal slabs. Heb je niet zoveel aan. Heel veel hout en dirt en zo heb ik allemaal nog. Maar dit is ook al het steen wat ik nog over had. Dat is gewoon bijna niks. Dat is best wel sad. René heeft mij gered. Maar goed, dit pad. Daar waren we mee bezig. Maar ik heb besloten om wat te doen, jongens. Ik was zo bezig met dit. En omdat er zo een muur nu omheen zit, kan ik het eigenlijk bijna niet meer maken om een zo vies pad als dit te doen. Dus ik heb heel veel steen weer meegenomen. Wat ik zojuist allemaal voor René heb gekregen. En gewoon echt gelijk gaan gebruiken. Ik wil een stenen pad hebben door mijn dorp. Ik wil uiteindelijk ook al de bomen hier weg hebben. En ik wil gewoon echt. Ik wil propvol hebben in dit, tussen deze muren. Het moet nu gewoon, nu ik hiermee bezig ben, heb ik gewoon echt die realisatie gehad. We gaan groot. Dus waar ik wel mee begin, is mijn pad gewoon eerst even platwalsen zoals dit. Puur, zodat ik dan even snel de route kan bepalen. Weet je waar we heen gaan? Ik weet anders natuurlijk helemaal niet wat de planning is van waar het heen moet gaan en wat voor route ik vast ga houden. En dan is dit gewoon makkelijk om wel de route te bepalen. En daarna, als we de route bepaald hebben... Wow, mijn camera... Ah! Mijn camera staat echt onstabiel, jongens, sorry. En als we de route bepaald hebben, dan kunnen we hem aanpassen naar gewoon het steen, wat ik wil doen. Want ik wil natuurlijk nu een stenen pad hebben. Dus laat ik ook even wat bomen gelijk weghalen om wat ruimte te maken. Hier even deze weg, al die oakboompjes. Die vind ik toch nooit mooi in de biome hier. Ik vind alleen deze bomen best wel leuk staan. Nou, dan heb ik wel genoeg ruimte als al die blaadjes verdwijnen. Het enige probleem is dat ik hier wel echt in de knoei kom met mijn, met mijn mine hier beneden. Misschien dat ik het pad dan tot hier laat lopen en dan hier gewoon een beetje iets ervan. Ik maak er wel iets van, kom maar goed. Al mijn tools zijn bijna stuk. Oeh, daar moet ik ook rekening mee gaan houden terwijl ik hiermee bezig ben. Dat mijn shovel niet in één keer pang zegt. Want dat zou heel zonde zijn. Doen we vast wel de slabs van steen plaatsen zoals ik ze wil. Zoals dit. En uiteindelijk wil ik het ook een beetje vervangen met mossy cobblestone en mossy stone bricks en bla bla bla. Maar voor nu is dat veel te ingrijpend veel werk als het ware. Dus houden we het maar even hierbij. Misschien dat ik hier wel een soort brug al ga maken gelijk naar de overkant. Zou dat leuk zijn? Of zou ik juist vanaf hier wel een splitsing moeten maken dat een gedeelte van de weg hierheen gaat en een gedeelte van de weg die kant op? Keuzes, keuzes, keuzes. Hoppakee, we gaan slapen. Want, neusjes, ik kan niet rijmen. Ik denk dat ik hier gewoon de bocht naar links ga maken. Ik denk dat dat het beste is. Dat dat de beste keuze is die ik heb. En naar rechts. Ik ga gewoon een splitsing maken. Maar eerst is links belangrijk. Maar daarvoor moeten wederom bomen gesneuveld worden, jongens. Of gesneuveld. Ze moeten sterven. Ze moeten sneuvelen. Oké, ik heb de soort van grote turn hier naartoe gemaakt. Echter ben ik nog niet helemaal tevreden met hoe het, ja, de natuur daadwerkelijk loopt hier. Dus misschien dat ik, zoals ik nu doe, dit nog even een beetje probeer aan te passen. Kijk, hoe ziet het er dan uit? Ja, dat zal beter. Maar er moeten nog zoveel bomen weggehaald worden, ben ik achtergekomen. Ik heb nu al een paar dingetjes hier gewoon gesloopt en zo. En het gaat er wel een stuk kaler worden, maar...
Maar als ik dat dan uiteindelijk gewoon weer volbouw met huizen en daadwerkelijk gewoon een beetje kunstmatige natuurgebieden en zo, dan kan het er wel weer heel leuk uit gaan zien. Dan kan het serieus wel gewoon weer, ja, vol eruit zien. Maar om het eerst vol te maken, moet het een beetje kaal worden. Klinkt misschien een beetje gek, maar of een beetje tegenstrijdig, maar het is wel zo. Oké, zo. Dit ziet er al een stuk beter uit. Misschien deze nog even weg, deze boom hier. Dan vallen deze blaadjes ook langzaam een beetje weg. En dan is het pad hier ook gewoon wat breder geworden. En dan ga ik nu het pad even omtoveren tot steen om te kijken hoe dat eruit gaat zien. En dan ben ik wel heel benieuwd, eerlijk gezegd. Kan ook weer zijn dat het gewoon helemaal niet mooi is en dan blijf ik toch wel bij het een beetje modderige pad. Maar ja, daar moet ik achter komen. Oh, dit gaat wel zoveel werk zijn, hè, jongens, om het helemaal om te toveren. Oh my days, ouwe. Zo, dan beginnen we met het cobblestone. Dat is denk ik wel een mooi begin. Om daar gewoon die als eerste te plaatsen. Kijken wat we daarvan creëren. Zo, dan is het cobblestone basically gedaan. En dit ziet er echt heel lelijk uit, om eerlijk te zijn. Gewoon alleen cobblestone. Maar laten we daarom nu gewoon het normale steen ertussen voegen. Zo, daar gaan we. Ik heb alle gaatjes gemaakt waar het in kan. En dan kunnen we nu de stone... Oh, stone bricks voeg ik toe. Nou, die moesten we sowieso toevoegen. Dan komen we zo meteen komen toe aan, aan de dinges. Aan de stone. Doen we nu de stone bricks eerst. Zo, en het ziet er dan al ietsje beter uit. Alleen die... wat zijn die grasstukjes ertussen nog lelijk. Laten we dat allemaal vervangen voor steen nu. Dan voegen we het steen zoals dit toe. En dan gaan we nu denk ik het volledige effect zien van het pad. Oh nee, want ik wil ook nog... Dat ben ik helemaal vergeten. Ik wil ook nog slabs en stairs er zo doorheen. Ik wil er wel een beetje diepte aan toevoegen. Nu is het natuurlijk een heel plat pad. Want ja, er zitten niet echt verschillende hoogtes tussen de blokken en zo. Dus laten we er ook nog wat stairs en andere meuky dingen, meuky, meuk doorheen gooien. Ik moet wel zeggen dat ik het pad heel leuk vind zo. Oh, hier ben ik wel echt fan van, jongens. Het geeft wel een veel groter stadsgevoel, weet je. In plaats van een beetje boerendorpachtig. Ik wil namelijk echt van het dorp, het moet echt de stad worden. Echt een... Ja, echt een koninkrijk. Maar goed, de extra details. Stairs van die en stenen stairs. Die heb ik volgens mij ook hierin. Ja, kijk. Nou, daar gaan we. Mijn shovel is bijna stuk. Oh, nee. Jongens. En ik heb ook een probleem, want ik heb geen emeralds meer. Oeh. Dus ik moet oppassen dat ik zo meteen niet mijn shovel breek. En dat die dan gone is. Want dat zou echt een verdrietige situatie zijn. Kijk wat een verschil nu er allemaal van die gaten in de weg zit, hé. Oh, dat maakt het al zoveel beter. Kijk, en dan voeg ik zelfs dit soort dingen toe. Oh, die moet even zo. En dan hier nog zo'n slab. Ja, of zo'n ster. Dan krijg je ook een beetje van die diepte in de treden, zie je. Er zitten allemaal verschillende, ja, dieptes in. Dan wil ik nog wat details aan bosjes en randjes toevoegen. Zo misschien wat walls. Oh nee, wacht. Ik heb een beter idee. Een heleboel buttons. Als allemaal kijkjes die op de weg liggen. Zo, zie je? Ja! Oh, ho, jongens. Ik hou van details. Echt waar. Gewoon leuke stomme details toevoegen. Dat is echt het leukste wat er is in bouwen. Gewoon. Oké, dan wil ik lantaarns erbij hebben. Dan wil ik van dit steen wil ik die maken. Die chiseled. Wat walls erbij. Trapdoors. En gewoon steen. Even kijken hoor. Wat zou een leuk design zijn? Een beetje kloten met het, hoe ik het wil doen. Zo misschien gewoon. Zo. Trapdoors er tegenaan. Oeh, ik weet wat ik wil. Ik heb chains nodig. Wacht even, die gaan we halen. Maar natuurlijk heb ik die weer niet, dus dan moet ik eerst weer wat nieuwe torches maken. Oh, wat is het dan vreselijk werken om... Althans, chains heb ik wel, maar ik heb geen lanterns meer. En man, ik heb lanterns nodig. En dat is zo stom om te maken. Dat kost zoveel ijzer, jongen. Vreselijk. En heb ik waarschijnlijk, let op, ook weer niet genoeg. Genoeg ruimte bedoel ik hier? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, lanterns. Ook weer niet de ruimte in mijn inventory. Oh my days. Oké, ik heb een leuk design, jongens. Denk ik. Toch wel een redelijk duur design om te maken. Als ik nou een endfieldje hier plaats. Hoppertje. Chain. Lantern. Ja, nee. Ik vind het op zich althans. Misschien als die weggaan. Misschien is hij een beetje te laag. Maar het heeft wel wat leuks, toch? Of niet? Ja, op zich. Dit vind ik wel een leuk design. Alleen hangt het een beetje laag. Misschien dat ik hem iets hoger moet maken. Laat ik hem even aan de andere kant maken. En dan ga ik hem even laten staan. Om er even over na te kunnen denken. Even te evalueren. Zodat ik hem mogelijk of weg kan halen. Of kan laten staan. Dan mogen jullie me zelfs een beetje helpen met die beslissing. Oké, nou, dit ziet er op zich wel leuk uit. Ik vind het wel een leuk design. Alleen hij staat niet helemaal in het midden. Besef ik nu, die moet eentje naar links. Maar dat komt allemaal wel. Laten we even wat bosjes toevoegen voor de leuk. Ik denk dat ik het hier een beetje symmetrisch wil hebben namelijk. Puur omdat het dan... Nou, ik denk dat het wel gewoon netjes gaat zijn een keertje. Hier is zo een strak boompje in. Maar niet al te groot. Ik ben gewoon wat dingen aan het proberen, jongens. Geef me even de tijd. Hier, als ik dit nou doe en dan hierachter ook nog zo'n boompie plaats. Kan dat leuk zijn? Gaat dat leuk zijn? Ik denk dat dat wel leuk gaat zijn, hè? Ja, kijk. En dan hierachter misschien nog een laagje zoals... Nou, hier moet al ruimte tussen. Maar dan hier misschien nog zo'n laagje. Is dat leuk? Misschien is dat een beetje te veel. Ik denk dat deze laag te veel is. Ik moet nog even uitvinden wat ik een beetje wil, jongens. Ik zie dat die gewoon niet in het midden staat. Het is niet mooi. Het pad ben ik wel heel tevreden mee. Hier moeten nog dingen gebouwd worden. Kijk, hier is de ingang van Floorderhuis.
geweest. Dus hier moet ook misschien nog gewoon een ingang naartoe. Of een klein, ja, zijweggetje zo. En ik wil het wel een beetje symmetrisch hebben hier. En dit staat tegen het gebouw aan. Dat is ook niet echt heel prachtig of zo. Maar door de lange timelapse, jongens, had ik niet meer tijd om er nog meer uit te voeren in deze aflevering. Ik heb heel veel gedaan. Maar ik denk dat de aflevering redelijk kort is. Puur omdat, ja, dat zeg ik door die timelapse. Maar er is wel echt veel veranderd. Die hele muur die eromheen staat. Een groot pad hier toegevoegd. Ja, details hier waar ik een beetje mee zit te kloten. Waar ik niet tevreden mee ben. Maar dat komt allemaal wel goed in de volgende aflevering. Voor nu. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Maar abonneer zeker even. En kijk deze prachtige video. Want deze video is heel leuk. En ik weet niet waarom, maar het is gewoon een goede video dit. We spreken later. Glaasje wel. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.